Dag dames en heren, we staan hier op de vliegbasis Eindhoven. En we zijn hier om te praten met burgemeester Van Gijsel. Die is hier namelijk met een hele groep burgers bezig met een rondleiding. En om te praten over het belang van de vliegbasis voor Eindhoven en voor Nederland. Ook ik ga daar met hem over praten, maar ook over andere actuele thema's. Zoals de veiligheid in de stad, de protesterende brandweermensen en nog veel meer. Welkom bij Spotlight. Ja, meneer Van Gijsel, welkom. Dank u wel. We spreken u hier in de terminal van de vliegbasis Eindhoven, het militaire deel van Eindhoven Airport. Dat is omdat u hier ook een rondleiding heeft met een aantal burgers. Ja, zoals u weet doe ik ongeveer één keer in de maand, één keer in de zes weken, het varieert een beetje. Nodig burgers uit om mee te gaan naar plekken waar je normaal gesproken niet kunt komen. Dat is op de Hightech Campus of dat is in de technische ruimte van het zwembad. Dat kan op de internationale school zijn. Nou, en bijna in de kelders van het Van Abbe Museum of DAF. Maar nu zitten we vandaag hier. En dat is weer een grote belangstelling. En dan krijgen we een rondleiding om te kijken in de vliegtuigen en over hoe het hier eigenlijk allemaal reilt en zeilt. En zijn dat dan vooral de liefhebbers van al dat soort militaire en technische snufjes? Of zijn dat de mensen die hier in de buurt de geluidsoverlast hebben van wat hier gebeurt? Ja, ik zou denken dat het vooral mensen zijn die het leuk vinden om hier te zijn. Ik sluit niet uit dat het ook mensen zijn die overlast van hebben. En ja, als er gevlogen wordt, hebben mensen ook overlast. Dat is bij een trein net zo. Ik vind wel dat er heel veel aandacht in de afgelopen jaren is voor de overlast en de kwaliteit van de luchthaven. Er zit een groot verschil aan het gebruik van de luchthaven tussen de militairen en het burgerluchtvaart. Daar wordt over het algemeen veel stillere toestellen gevlogen en is de overlast een stuk minder. We merken het ook als er geoefend wordt hier, bijvoorbeeld door F-16's, omdat ze op Volkel niet altijd daar kunnen landen. Ze moeten ook ergens anders kunnen oefenen met landen en starten en doorstarten. Nou, dan zie je wel meteen een aantal klachten omhoog komen. En de grote transporttoestellen, het is nu wat minder. De grote transporttoestellen in Afghanistan en zo, toen we daar nog zaten. Dan heb je wel echt heel veel over. En hoe vindt u het zelf dan om hier rond te lopen? Nou ja, ik vind het wel bijzonder. Ik kom hier wel vaker natuurlijk. We zijn pas geleden hier nog geweest toen de koningin op bezoek was. We hebben hier muziek met elkaar, met kinderen muziek gemaakt. Ik vond dat wel bijzonder. Ook andere gebeurtenissen hebben. We hebben hier toen de evacuatie vanuit Libië gehad. Nou ja, dat zijn dan andere momenten. Dat gebeurt hier ook. En dan mag je blij zijn dat je hier zo'n goede opvang hebt. Dat je dat met elkaar op deze manier kunt regelen. Want dat is wel top professioneel georganiseerd dan. Ja. Ik wou met u eens even kijken naar een aantal dingen die actueel zijn de laatste tijd. Want u heeft afgelopen week ook zelf de pers en de politiek bijgepraat over de toenemende roofovervallen in de regio. Hoezeer ziet u dat als een onoplosbaar probleem? Nou ja, we hebben de Raad, en dat hebben we ook in overleg met de Raad gedaan, gezegd dat we high impact crime, dat zijn eigenlijk de dingen die heel dichtbij komen. Dus roofovervallen, woninginbraken, huiselijk geweld, dus echt geweldsmisdrijven, jongeren, dus jeugdcriminaliteit, jeugdgroepen. Daar hebben we prioriteit aan gegeven. Die cijfers zijn er eigenlijk allemaal wel stevig of heel stevig omlaag gegaan. Dus daar mogen we best tevreden over zijn. Daar stond tegenover dat we rondom zakkenrollen, schuur en garageinbraak en fietsendiefstal, dat de cijfers daar een stuk minder rooskleurig zijn. Dus je ziet als je ergens gaat drukken, komt het weer een beetje naar boven. Het was voor mij reden om aan de minister te vragen, zullen we kijken, want we zien die zakkenrollen en fietsendiefstal en auto-inbraak in heel Nederland wel opkomen, kunnen we niet de afspraak maken dat wij eens kijken naar een nieuwe aanpak. Met nieuwe technieken en ook met de partners in de stad. En dat is ook nodig. Want ik vind dat er ook nog wel een grote terughoudendheid is bij een aantal partners om echt te investeren. Nou, dat voorstel ligt er en ik hoop dat dat op korte termijn succes gaat afwerpen. Maar want in de beeldvorming zijn toch juist die overvallen op winkeliers, benzinepompen, juweliers toch een veel groter probleem? Of komt dat alleen maar door de overval in Deurne, waardoor er nu extra aandacht voor is? Die overval op de Kruisstraat was natuurlijk ook heel vervelend. En voor de mensen die het meegemaakt hebben, had het een hele grote impact. Het is toch bijzonder als daar op een gegeven moment mensen met een truck daar scooters uitkomen, dat ze de straat in rijdt afzetten met automatische pistolen.
daar de zaak probeert te controleren en iemand overvallen. Ja, dat heeft wel groot impact. Dat Deurne heeft dat ook. Ja, en want zo'n overval in de Kruisstraat, dat doet natuurlijk ook heel veel wat er de afgelopen jaren juist in de Kruisstraat gebeurt, is in één keer teniet. Ja, dat mag ik hopen van niet, want we zijn natuurlijk wel echt met elkaar heel druk bezig geweest. Deze meneer en mevrouw zijn een keer eerder overvallen geweest, een aantal jaar geleden. Toen ben ik daar op bezoek geweest bij hun thuis, omdat het zo'n groot impact had. Toen hebben we ook gesproken, wat zou je er nou aan kunnen doen? Extra voorzieningen. Nou, ik heb destijds voorgesteld, maak een sluis. Uiteindelijk is dat door allerlei omstandigheden niet gebeurd. Misschien moet dat nu wel gaan gebeuren. Want elke barrière die je opwerpt, is natuurlijk eentje meer om ze tegen te gaan. In dit geval vond ik het geen gewone overval, moet ik u zeggen. Dus in algemene zin is het zo dat die cijfers met betrekking tot overvallen omlaag gaat. Alleen de impact was in dit, in een korte periode rondom benzinestations best veel. Daderprofiel leidt ertoe dat je denkt 1 op z'n hoogte 2 daders. Dus die moeten echt opgespoord worden. En in dit geval bij de Kruisstraat, mensen die ik denk ergens uit de buurt van Noord-Holland, ik zal niet precies zeggen waar, komen om naar Eindhoven te gaan, om die specifieke zaak, goudopkoperszaak, met deze massieve inzet, om dat te regelen, dat is natuurlijk bizar. Dat kom je eigenlijk nooit tegen op deze manier. Ja, bij Brink overvallen met geldtransporten. Maar wie gaat er nou toch zo, met zo'n goed georganiseerde, zo geoliede, met zo massief geweld in de zin van wat je aan wapens hebt, een willekeurig ergens op de Kruisstraat in Eindhoven zo'n overval plegen? Ja, als dat op die manier gebeurt, dan ben je eigenlijk dan toch min of meer machteloos tegen. En dat betekent dat je dan die zaak ook veel beter moet gaan afschermen. Ja. Ik zit me even af te vragen, want u zegt die komen uit Noord-Holland. Is dat al bekend dan? We weten wel iets. En daarom zal ik ook niet al te veel zeggen. Het is natuurlijk nog wel doorgerecherseerd, ja. Ander punt. Eigenlijk ook aan criminaliteit gerelateerd. De hele discussie over de gereguleerde wietteelt is ook weer opgeleid. Naar aanleiding van een felle brand in Woenselwest. Waar ook omwonenden op het nippertje aan de dood ontsnapt zijn. Ziet u dat als een mooie kans om die discussie weer te kunnen voeren? Of hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik zie een brand niet als een kans, maar het is wel een aanleiding om te zeggen van hoe staat het er nou eigenlijk? En dat is een combinatie misschien afgelopen week op 2 punten. Dus we hebben 2 branden gezien die allebei gerelateerd waren aan hennepkweken, illegale hennepkwekerijen. Ja, ook in het Klokgebouw, die was misschien nog wonderlijker, maar die was toch niet zo schokkend als... Nee, maar dat komt natuurlijk dat overdag gebeurde, de andere ook overigens nog wel op de tijd dat mensen niet sliepen, want dan was het natuurlijk nog veel dramatischer geweest. We hebben er vaak op gewezen, dus het systeem wat wij kennen waarin je wel softdrugs mag hebben, in mag handelen en in mag gebruiken, maar ze niet mag fabriceren, leidt tot illegale fabricage, dat leidt tot illegale teelt. Eigenlijk, ik zeg wel eens, het is eigenlijk een erger systeem dan de drooglegging in Amerika, waar de maffia uit voortgekomen is. Want daar was het in ieder geval zo dat je mocht het niet produceren, en je mocht het niet verhandelen, en je mocht het niet hebben, en je mocht het niet gebruiken. Maar hier zit het wel, je mag het wel hebben, je mag het verhandelen, maar het mag niet zijn. Je mag bier drinken, maar er mogen geen brouwerijen zijn. Dat is erg ingewikkeld. En dat betekent dat je op allerlei plekken in de stad mensen gaan aftappen, elektriciteit gaan aftappen, gevaarlijke situaties maken. Wat ik een grote bedreiging vind, dus dat is 1. Dat gaat over de veiligheidsaspect in de wijk. De tweede is de veiligheidsaspect voor jongeren. Ik geef wel eens het voorbeeld, pas geleden werden de medicijnen uit India verboden omdat daar mogelijkerwijs twijfel bij was. Nou, ik weet één ding zeker, dat we helemaal niet iets weten over twijfel met betrekking tot de softdrugs. Er wordt zomaar verkocht aan onze jongeren, zonder enige controle. Ja. En we weten dat die THC-waarde heel erg hoog is op dit moment, verslavend. Ja, dan moeten we het er eigenlijk niet willen met elkaar. Dit is vanuit volksgezondheid als slecht. U heeft natuurlijk nog steeds goede ingangen in Den Haag. Waarom komt het daar niet verder? Nou, omdat de minister dat gewoon niet wil. Misschien mag ik hem dan toch wel zo vertalen. Er zijn 60 burgemeesters in Nederland die ondertussen het appel van de heer De Pla en de heer Evaart, wethouder in Utrecht, en van mij ondertekend hebben. Jongens, zo gaat het niet langer. 60 burgemeesters van de grotere steden, grootste steden in Nederland.
En dan zegt de minister, nou, ik zal nog eens een keer kijken. Kijk naar een internationaal verdrag, een papieren overeenkomst. Ik zeg niet dat die zonder betekenis is, maar je kijkt wel wat is er dan in de werkelijkheid aan de hand. Stuurt een brief naar de Kamer en zegt, de burgemeesters zullen zich wel plooien naar mijn inzichten. En daarmee moet het probleem eigenlijk op zijn. Maar er zijn net zoveel branden, er is net zoveel ongezondheid of bedreiging van de gezondheid van de jongeren. En wat we natuurlijk doen, is we hebben een systeem waarin vreselijk veel geld verdiend wordt. Dat geld wordt weer aan alle andere vormen van criminaliteit besteed. En dat leidde er van de week toe dat degene die dat op landelijk niveau over synthetische drugs gaat bij het Openbaar Ministerie eigenlijk zei, er is veel meer dan we aankunnen. Mijn redenering, ik heb daar een reactie op gegeven, mijn redenering is, als ik zie hoeveel liquidaties er plaatsvinden, wat we daarop moeten zetten aan politie-inzet, wat ten koste gaat van opsporing van allerlei andere zaken, dan moet je echt vragen of dat systeem, of dat we dit niet zouden moeten veranderen. En twee, we zetten ontzettend veel in softdrugsbestrijding. En dat kost allemaal heel veel capaciteit en het levert buitengewoon weinig op. En als je dus die softdrugs zou reguleren, ik zeg niet dat het moet worden geliberaliseerd, dat iedereen het zo zelf mag kweken, maar reguleren, dus onder toezicht produceren, en je zou weten te voorkomen dat de liquidaties allemaal plaatsvinden, heb je heel veel inzet gewoon op de reguliere criminaliteit. En dat loopt van woninginbraken tot overvallen, van verkrachtingen tot auto-inbraken en geweldsdelicten. Nou, daar zouden we heel veel mee opschieten met elkaar. Ja, welk deel van de criminaliteit is volgens u gerelateerd aan alles wat rondom die drugsproductie hangt? Veel. Kijk, in de periode dat ik burgemeester ben, ik weet het even niet exact, maar ik ben nu 6 jaar burgemeester en nou, ik denk dat er toch tenminste 85% van alle liquidaties, alle moorden in onze regio aan drugs zijn waren. En dan is het voorschrift, 35 mensen zetten we er voor 3 maanden op om het onderzoek. En we vinden bijna nooit iets, allemaal ingehuurde moordenaars vaak. Dus we lossen daarbij weinig zaken op. Maar die mensen kunnen we allemaal niet inzetten in de recherchewerk aan de voorkant. Om die liquidaties te voorkomen, om die bendes echt op te rollen. Nou, en wat mij betreft zou het dus echt zo moeten zijn dat we die softdrugs op een andere manier bejegenen. Dat doen we vanuit volksgezondheid al, dat scheiden we. Maar dat zouden we ook in de strafrechtbestrijding moeten doen. En dan zouden we echt heel veel beter met elkaar voorstaan. We hebben al de laagste politiedichtheid in Europa, Nederland. En dan nog een keer hier al je inzet oplegen. Ja, dan gaat het uiteindelijk ten koste van andere dingen. En dat zie je dus terug in de misdaadcijfers. Zowel ze omlaag lopen. Want we zijn echt heel hard bezig met elkaar, zowel politie als gemeente als overheid. En het kost ontzettend veel moeite om het voor elkaar te krijgen. En tegelijkertijd zien we een heleboel nieuwe dingen niet, daar ben ik van overtuigd. En die zitten allemaal in de relatie tot soft en hard drugs, tot synthetische drugs. Want het zijn echt netwerken, want je ziet het dan witwassen, vastgoedfraude, gokken, mensenhandel. Dat is allemaal met elkaar verbonden. Ja. Iets anders van de afgelopen week, want er was een demonstratie van brandweermannen bij ons in de stad. Die kwamen uit het hele land. Ook, ja. En vrouwen. En op zich ging het ook wel over hun cao, maar zeker ook over de bezuinigingen. En daar werd Eindhoven heel erg als voorbeeld neergezet als schrikbeeld voor de rest van het land. Hoe vond u dat? Ja, dat vond ik ook nog wel bijzonder. Kijk, het is, de bijeenkomst was voor 1 mei. En er zijn er door de Abfacabo in het kader van de cao-bespreking, collectieve arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren, een aantal acties aangekondigd en eentje was bij de brandweer. Daarvan heeft men toen gezegd, eigenlijk willen we dat die cao's, dat het nu eens geregeld wordt. Bezuiniging van tafel op landelijk niveau. Er is een regionalisering van de brandweer aan de orde, dus dat wordt anders georganiseerd. Het zit nu nog allemaal bij gemeentes. Dat is door de regering voorgeschreven dat het nu gemeenten samen moeten zijn. En dan krijg je dus natuurlijk, dan zijn kazernes worden misschien op een andere plek gedaan, een andere manier van werken, omdat je een veel grotere schaal krijgt. Dat is allemaal nog niet, maar daar maakt men zich zorgen over. Dus het was een landelijke actie die uiteindelijk bijgedraaid is tot, ja, ik denk ergens woensdag of donderdag, tot de regionale actie die landelijk ondersteund is geweest. Wij hebben, en dat vond ik wel toch een beetje verbazingwekkend, want de punten waren, we willen het duikteam dat besluit teruggedraaid hebben en we willen het inverdieneffect, zoals dat dan heet, teruggedraaid hebben. Maar dat zijn besluiten al van, 1,5 jaar geleden, daar hebben we de brandweer heel uitvoerig over gehoord. Iedereen is daarover gehoord, daar is ook akkoord met de ondernemingsraad over gesloten.
Dus dat vond ik heel vreemd. Maar juist ook die Eindhovense werkwijze van minder mensen op een wagen en ook anders tegen roosters aankijken en mensen ook andere activiteiten laten verrichten. Dat werd wel als voorbeeld gegeven van dit gaat ten koste van uw en onze veiligheid. Ja, maar dat zegt men heel snel. Kijk, wat wij willen is eigenlijk twee belangrijke bewegingen bij de brandweer naar de toekomst toe. De eerste is dat we liever branden voorkomen dan dat we branden blussen. Je ziet dat voor een brand gemeld wordt en voordat de brandweer er is, tegenwoordig ben je dan, voor de melding gedaan, dus gaat ongeveer 6 tot 8 minuten over. En dan moet je er nog zijn, 8 minuten uitdruktijd. Dus je bent zo'n kwartier, ben je daar. Mensen komen niet om door brand, mensen komen om door verstikking, door rook. Dus als mensen na een kwartier er niet uit zijn, als ze na 5 minuten er al niet uit zijn, nadat het overgeslagen is, dan is er ook geen houden aan. Dus het plaatsen van rookmelders, een alarminstallatie, het goede hebben van inspecties over hoe zit dat eigenlijk met die leiding naar mijn fornuis? En hoe is mijn fornuis eigenlijk? Hoe zit dat met de verwarming, de gasketel? Is dat allemaal wel zo? Nou ja, dat soort dingen, dat zou eigenlijk aan de voorkant, in Engeland is dat heel succesvol gedaan, om ons ontzettend kunnen helpen om brand te voorkomen en daarmee ook slachtoffers. Dus die beweging wil ik eigenlijk maken, maar dat is voor de brandweer wel andere activiteit. Dat is niet meer branden blussen, maar branden voorkomen. Nou, en de tweede die we hebben is dat onze beroepsbrandweer, die hebben lange opkomsttijden, dus die slapen ook op de kazerne en doen dat dan een aantal keer per maand en hebben dan vervolgens zijn dan verder vrijgeroosterd. En we zitten echt te kijken of die uren, of die wel zo efficiënt mogelijk ingevuld zijn. Laat ik u een voorbeeld geven. Als we dat systeem bij de politie zouden doen, dan zou u tegen mij zeggen, meneer Van Gijs, ik ben niet helemaal goed bij uw hoofd. Dat wij tegen de politie zeggen, kom naar de kazerne, ga daar voor een deel overdag trainen, slapen en uitrukken. En slaap op het politiebureau en als er iets is, dan ruk je uit. Wat wij willen is dat we echt meer naar zo'n dienst toe gaan, zoals we dat ook bij de politie kennen. En daarmee kunnen we heel veel extra uren vrijspelen. En die willen we inzetten voor schoon, heel en veilig. En dat betekent dat we echt met hun kijken over hoe kunnen de kwaliteit in de stad en de veiligheid en allerlei aspecten, hoe kunnen we die verder verbeteren. Maar je zou toch zeggen, de brandweer werkt al heel lang op een bepaalde manier. Dat is toch niet voor niets op een bepaalde manier ingevoerd. Dat werkt dan kennelijk toch het beste? Ja, dat is dus maar helemaal de vraag, want eigenlijk als je gaat kijken dat alle deskundigen, en ook internationaal is het niet zo, alle deskundigen op dit terrein zeggen, er valt heel veel winst te halen door het op een andere manier te doen. Je kan veel meer activiteiten regelen en bij de politie doen we het al heel lang. Hè? Dus dat nieuwe rooster zou ons heel erg helpen. De bestaande brandweerorganisatie heeft daar problemen mee. En dat, ik kan me nog wel voorstellen, want het is ook nog wel dat een aantal, dat weten we ook, en dat zal ik ze ook niet afnemen. Die hebben zoiets, als ik 2 dagen werk, ben ik 3 dagen vrij, kan ik gewoon iets anders daarnaast doen. Dat is zo ontstaan. Hè? Dus je kan dan vloerbedekkingen leggen of dat soort zaken, op afspraak, dat soort bijbanen doen. Dat zal ik ze niet afnemen. Maar de vraag is hier, wat we inkopen als veiligheid, aan veiligheid als overheid, is dit nou de meest efficiënte manier en de meest effectieve manier? En daar moet het antwoord eenduidig zijn, dat is niet zo. En dan is de vraag, hoe komen we nou in die transitie van de huidige situatie, waarin we branden blussen in plaats van voorkomen, en hoe komen we nou in de situatie waarin we echt de uren die we beschikbaar hebben ook beter in kunnen zetten, hoe gaan we dat nou doen? En dat betekent dat we eigenlijk gezegd hebben dat we vooral met de nieuwe mensen zo willen werken. Dus we komen de bestaande ook nog tegemoet. Desalniettemin zegt men, de bezuinigingen en we zien grote problemen. Dus aan de ene kant valt men de besluiten die we al genomen hebben aan. Aan de andere kant, en ik kon er gisteren ook niet, ze zei, hij wilde niet naar buiten komen. Ik wou toch vragen inderdaad, want ze stonden daar wel. Maar ze wisten ook wel, want de ondernemingsraad zat daar ook, dat ik op dat moment de regionale vergadering van de brandweer voor zat, bij de brandweer. Ik zat bij het opleidingscentrum van de brandweer, daar zaten de 21 burgemeesters, op de tribune zat ook de ondernemingsraad, vertegenwoordigers van de brandweer, juist om te praten over hoe gaan wij nou in het kader van de regionalisering om met de toekomst. En er lag ook een stuk waarin stond, wij gaan geen kazernes sluiten. De demonstratie was dat de kazernes gesloten zou worden. Terwijl in het stuk wat voor iedereen openbaar was, we gaan geen kazernes sluiten. In de afgelopen jaren zijn er geen kazernes gesloten. Wat vindt u er dan van dat zo gespeeld wordt? Want is dat een bewuste keuze dan van zo'n vakbond? Ja, dat moeten we aan hun vragen. Daar doe ik geen uitspraken over. Ik heb wel met enige scepsis zitten kijken over hoe dit dan gaat.
en wat men dan probeert naar voren te brengen. En tuurlijk mogen mensen voor hun werk opkomen. Dat vind ik ook heel terecht, want het wordt soms heel te gemakkelijk aan de kant geschoven. Maar ga niet een ander zeggen dat hij oneigenlijke oogpunten heeft. Wij zijn met 21 burgemeesters en ik durf mijn hand wel, en dat is in dit geval mijn volle toepassing in het vuur te steken, dat er geen burgemeester tussen zit die denkt, weet je wat, ik ga mijn gemeente onveiliger maken. Daar is er geen burgemeester tussen. Dus we zitten heel serieus te kijken, hoe kunnen we efficiënter en effectiever zijn met de middelen die we hebben, de menskracht die er is, het materiaal, zodat we toch een zo goed mogelijk veiligheidsniveau, basisbrandweerzorg kunnen aanbieden. En natuurlijk kijk je ook altijd naar geld. Want 100% veiligheid, of dat nou in het verkeer is, of dat nou bij de brandweer is of op andere plekken, in het ziekenhuis, 100% garantie dat er geen ongelukken gebeuren in het ziekenhuis, geen ongelukken gebeuren op de weg of bij een brand, is nooit te geven. Dus dat heeft altijd de prijs. Hoeveel wil ik erin steken? Nou, we hebben bij de brandweer gezien dat we 10 jaar geleden landelijk, nu doe ik het uit mijn hoofd, 595 miljoen euro besteden aan de brandweer. Wij zitten nu boven de 1,2 miljard. Dus dat bedrag is gewoon verdubbeld. Dus als je het hebt over bezuinigen, we zijn echt aan het kijken hoe we effectiever kunnen opereren. Er zijn nog geen echte grote bezuinigingen in de orde. Wat wel gebeurd is, en zo kan het wel geïnterpreteerd worden, we hebben een aantal keren de indexering niet toegepast. Dan moet je wel goed kijken hoe je dat opvangt. Maar dat hebben we bij gemeenten gedaan, bij cultuurinstellingen, dat hebben we eigenlijk bij iedereen gedaan. En dan is de vraag, wil je goed kijken binnen je eigen organisatie, hoe je dat oplost. Maar massief bezuinigen, ik zie de beelden daarvan niet echt voor mij. Okay. Iets anders, want komende week gaat u naar Parijs als gast voor de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking in Europa. Tussen allerlei andere grootheden mag je zeggen. Wat gaat u daar doen? Nou, ik ben gevraagd door de OESO, de OECD, dus de Organisatie voor Economische Cooperation and Development, dus samenwerking en ontwikkeling, wereldwijd overigens, die zitten te kijken naar hoe steden zich ontwikkelen en wat daar gebeurt. En Eindhoven is opgevallen door de manier waarop wij vormgeven aan de manieren van samenwerking, die ze heel interessant vinden, door de binding tussen technologie en creativiteit en de manier waarop wij oplossingen proberen te bedenken voor de problemen van de toekomst. Dus ik mag daar twee bijeenkomsten toespreken. De ene gaat zeg maar over de steden in ontwikkeling, hoe organiseer je dat? En de andere gaat over de oplossingskant inhoudelijk en wat creativiteit daar doet. Dat heet de Creative Cities. En dan mag ik vertellen over Eindhoven. Ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder dat kan op deze manier. En waarom komen ze uitgerekend bij u uit? Nou ja, misschien wel omdat natuurlijk Eindhoven in de afgelopen jaren, nou deze week stond het dan weer actueel, dat de regio Eindhoven nummer 1 stond in Elsevier, als het ging om de meest perspectiefvolle economische regio's op dit moment. We zijn bij de Financial Times een paar weken geleden uitgeroepen, al 2 maanden geleden, als de plek waar je moet zijn als je wil investeren, omdat hier de toekomst zit. Uitgeroepen door Forbes en de OECD overigens, als de meest innovatieve regio, in New York uitgeroepen tot de slimste regio, en Eurocities in Europa tot de regio van de beste samenwerking. Dat zijn allemaal signalen dat er hier iets samen gebeurt. Want ik zeg altijd, er bestaat geen slimme regio. Dus wij zijn wel uitgeroepen tot de slimste regio, maar dat is eigenlijk een beetje onzin. Dan denkt iedereen, ja, wat gaat hij nou zeggen? Nou, waar het om gaat is, in een regio zijn mensen samen slim. Dus ze weten elkaar te vinden, nieuwe oplossingen te bedenken, nieuwe werkwijzen, nieuwe producten. En dat maakt een regio slim, maar het zijn wel de mensen die het te doen. Maar wat kunt u daarover uitleggen? Want heel veel is natuurlijk toch ook gewoon toevallig ontstaan omdat Philips hier kwam en omdat Philips daarna weer wegging. Maar hoeveel zit daar als bewuste strategie achter? Ja, er zit wel heel veel strategie achter. En daar zijn we nog niet klaar mee. Ik zal er iets vertellen over wat ik altijd noem de 5 I's. Dat gaat over de open innovatie, hoe bedrijven samenwerken om kosten te besparen, risico's te delen, maar voor de snelheid van productontwikkeling tot stand te brengen. Dat gaat over intersectoraal werken, dat moet je organiseren. Dus dat is in high-tech alleen, als je als high-tech bedrijf alleen staat, ja, dan kun je wel iets produceren wat je op de markt wegzet. Maar het zijn slimme combinaties tussen high-tech en gezondheid. Of hoogwaardige technologie en voedsel, hoogwaardige technologie en mobiliteit.
De volgende is dat het ook echt op een andere manier bekeken moet worden. Dus ik noem dat altijd maar interdisciplinair, waar onze designers een belangrijke rol in spelen. Als we naar de toekomst kijken, dan kijken wij niet meer naar het managen van een ziekte. Dus nu is het zo dat heel onze gezondheidszorg eigenlijk erop gericht is om ervoor te zorgen dat als u ziek bent, dat u snel mogelijk beter wordt. De hele gezondheidszorg zal straks erop gericht zijn om te voorkomen dat u überhaupt ziek wordt. En dat betekent dat het zijn dingen als pleisters die je op kunt hebben, die gewoon meten hoe het eigenlijk zit met alle vitale mineralen en vitamines die je lichaam hebt. Die plak je op en dan weet je precies wat er moet gebeuren. Dat pakketje kun je dan ook uit. Dus het nadenken over voedsel, over gezondheid, krijgt een hele andere dimensie. En daar zal techniek een belangrijke rol bij spelen. En dan is wat ik maar noem integraal of inclusief. Overheden en gebruikers moeten erbij betrokken worden. En we zullen internationaal, dus de vijf die samen moeten werken. Nou, dit is wel een manier van denken die bij ons wel veel verder ontwikkeld is dan de rest. En waar men graag van ons wil horen. Ik ga u niet alle voorbeelden daarbij geven hoe we daarmee omgaan. U mag dat van me aannemen dat we daar echt diep over nadenken. Dat wel graag wil horen. Dus zo gaat dat eigenlijk. En dus al die andere steden en regio's in Europa en in de wereld, die eigenlijk onze concurrenten zijn op al die mooie lijstjes, die gaat u vertellen hoe ze daar beter kunnen worden. Je houdt het toch niet voor. Ja? Dus ook die bedrijven die samenwerken, dat waren vroeger ook concurrenten, tegenwoordig werken ze samen. Dus je kan het toch niet meer alleen. Wij zijn niet in staat om alle problemen op het gebied van voedsel of gezondheidszorg op te lossen. En dat is ook het punt met internationaal. Wij zullen internationaal moeten samenwerken. En de heer Barber, Benjamin Barber, Amerikaans filosoof, econoom, die heel veel van steden weet, die is pas geleden hier geweest, ook op bezoek, we hebben hem mogen ontmoeten, een beroemd boek geschreven over wanneer de burgemeesters de wereld regeren. En die zegt eigenlijk, de wereld ontwikkelt zich langs de verbinding van steden. Laat ik het simpel proberen uit te leggen. Je kan als Nederland wel iets regelen met China, een soort akkoord sluiten, maar het zal toch echt moeten gebeuren door de mensen uit de Rotterdamse haven met de mensen in Shanghai. Tussen de bestuurders tussen Shanghai en Rotterdam. En het zal ook nog gedaan moeten worden door de bedrijven die daarmee verbonden zijn. Het is niet Rutte en anderen. Het zijn dus echt die steden die de verbindingen maken. En die steden die zich ook nodig hebben. Hij zegt daar verder van, steden zijn ook heel pragmatisch. Op landelijk niveau zie je vaak een soort ideologie, politieke strijd. Maar ja, die burgemeesters en die gemeentebestuurders staan gewoon voor de opdracht het afval af te voeren, zorgen dat het licht brandt. De veiligheid in de stad, dat heeft niet zoveel met ideologie te maken, dat heeft gewoon te maken met goed proberen te organiseren hoe zo'n stad functioneert. Nou, nu staan we op het moment dat die stad echt anders moet gaan functioneren. Op het gebied van energievoorziening, afvalverwerking, op het gebied van voedselproductie, van mobiliteit. En dan is het belangrijk dat je als stad interessant bent om die verbinding met anderen te maken, zodat je dat samen verder kunt ontwikkelen. Dus ik ben ook heel blij dat wij nu internationaal, ook met Waterloo en met Boston in de Verenigde Staten, met Silicon Valley, met Taiwan, China, Singapore, intensieve relaties aan het opbouwen zijn, omdat we elkaar gewoon helpen. En dat is wat u in Parijs ook gaat vertellen. En dat is wat ik in Parijs ga vertellen. Kijk, nou, laten we hopen dat daar mooie dingen uit voortkomen. Bedankt. En u bedankt voor het kijken naar Spotlight ook. Volgende week zaterdag, dan zijn we natuurlijk weer. Dan praat ik met Art Langeler, hoofd van de jeugdopleiding van PSV. Dus heel graag tot dan. We'll be right back.